slaafdochter van Schaar en Mie. Die familie en het verenigingsleven hoor ik in het vaandelstorm. Dus het is niet zo vreemd dat GBD's club ziet je gewoon. Nog een leuk detail, misschien dat jullie het niet eens weet, maar Gemma is als klein meisje eigenlijk begonnen op de klarinet. Inmiddels met de dwarsfluit heel goed bekend, zit ze heel vuurlang vlak onder de neus van een dirigent. Ze ziet er meestal stralend uit, maar heel af en toe is een keer, dan is ze een beetje stilkens en kijkt ze een beetje schier. Ja, als Gemma de zonnebril op hebt, dan weten wij al wat. Dan had ze de normen tover in ieder geval genoeg te drinken gehad. Maar alle gekheid om een stukje, natuurlijk doet Gemma goed haar best en zorgt samen met haar collega's voor een speciale klank in ons orkest. En buiten dat ze natuurlijk een behoorlijk stukje kan fluiten, is ze ook bij acties steeds present en is ze niet te stuiten. Gemma, wij zien dus heel blij met jou, wij vinden ook een keigoed ding. Nogmaals proficiat en veel liefs van Harmonie de Vriendenkring. De meisje dat in de midden bij de hoornblazer zit, kiet vandaag een spelletje, want ze is al ruim 10 jaar net. Dochter van Wendel en Karen en al jong hebben muziekvirus besmet geraakt en ze hebben bij het kiezen van het instrument dezelfde keuze als maam gemaakt. Dat vinden we fijn, want nu zit al dus een mooi partij. Die tent wel lekker hard en hebben samen met jullie grootste pret. Anke is heel veelzijdig, niet alleen als blaasmuzikant, maar ze is ook bij Dansschool Martine en Gerard gezien in Klaant. Dat is ook de reden dat wij ook dit jaar Urpels eren, want vorig jaar kon ze niet hier zien en dat je bij een verstelling moest acteren. Anke, je wil hoe later Gerard verpleegkundige noemen en studeerde zo heel hard, dan moeten wij ook hem roemen. Dat valt niet altijd met, zijn studie kiezen niet zomaar voor de graad. We hebben daarvoor bewondering voor en vinden dat erg knap. En dat je zijn keizer ziet en is altijd van de partij, kreeg je vandaag een spelletje met een oorkonde erbij. Anke Gutsoerder, daar werd vast nog eens gebombardeerd tot hier en net. Vooral als proficiat en veel plezier al met. Proficiat. Foto. Ook ons meiken viert al lidmaatschap van 10 jaar, dus hebben wij vooral op een eerste jaar. Ook eerst begonnen op de klarinet en later overgestapt, maar dan op de hobo hebben de mensen al duk voor overklapt. Dan biedt wel een inzet en een talent, want de hobo is echt een heel moeilijk instrument. Je ziet een heel trouw lid, ook al zien we mij hindernissen, zoals die periode dat je erg ziek was en we ook druk hebben moeten missen. Gelukkig is dat allemaal goed gekomen en kregen we genoeg kansen voor een feestje op synetiet, muziek maken en natuurlijk dansen. Ook kon ze toen trots op schooldiploma in de test steken en kon je straks zorgen dat iedereen netjes via het plek. Want er is wel toevertrouwd als je klaar bent met logopedie. En hopelijk zie je dan nog steeds bij de harmonie. Meike, wij hopen dat je hier net een leuk feestje hebt gehad. Veel schip met uw onderscheiding en van harte proficiat. Harmonie de Vriendenkring. Je mag je kunnen spelen, hè? Nou, knap geleerd. Ja, dat is wel een beetje.
Ik heb het niet.